Binnen daar allemaal gezellige kroegies. Gaan we erheen vanavond? Tje, kun je net denken. Die ouwe wil meteen pleiten. Je laat ons niet van boord gaan. Nee, dat wordt zo vlug mogelijk zoet water innemen, bunkeren en wegwezen. Hoi, waar zit je? Hier al. Oh, kom hier nog. Wat is er nou weer? Wat is er nou weer? Moeten de vlampijpen die worden geveegd? En we leggen net. Wat een rotleven. Ik kan leren vlampijpen altijd. Vlampijpen, vlampijpen, vlampijpen. Waar ligt onze sleep? Een Corvette. Wat een bakbeest. Lijkt mijn tante Koba wel. Nou, met zo'n tante ben je ook mooi klaar, hè? Frek! Meester Bevers! Ja. Zo, waar liggen jullie? Naar Gins, met het Schelling. En dat is... Verwoerd, onze tweede machinist. Aangenaam. Ja, ik kwam jullie meester eens opzoeken. Dat is een hele oude kennis van me. Ja, ik ken de weg. Je weet de spraak. Ja, dat is overal hetzelfde. Zijn mee? Ja. Waar zit de Bevers? Dank je. Ja. Zeg, en hoe gaat het nou bij die uitzuiger van de kwel? Oh, daar zou ik nog uren over uit kunnen wijden. Ja, ik weet er alles van. Dit is een moordenaar, die meneer Kwel. Ja, denk eens aan, we moeten ons eigen eten betalen. En we krijgen in plaats van roomboter margarine op de koop toe. Ja, het kan bij ons misschien een rommelzooitje zijn. En zo stuur je de ganse aardkloot rond. Zonder verlof om je benen te strekken, maar bij Van Münster zijn ze royaal. En ze hebben de beste kapiteins. Nou, die Shemenov van jou, dat moet anders een donderhond zijn. Als je hem kent, dan heeft hij zo'n hartje. Ja, meestal. Kapitein, dit is meester Bevers van de Terschelling. We kennen elkaar van vroeger. Aangenaam. Zo. Aurora. Wil jij een borrel? Nee, ik drink niet, kapitein, dank u. Wat? Maar dat is niet goed. Nee, maar ik krijg er het maagzuur van. Ah, godverdamme. Kun jij Miesje Maus? Miesje Maus, hè? Dat is man. Verwoord. Het doet me plezier dat ik eindelijk weer eens kan praten met een sociaal voelend iemand. Wat er van onze mensen gevergd wordt, verdomme nog aan toe. De Hollanders zijn de enigen die dit werk doen. De hele wereldsleepvaart is in handen van de Hollanders. En het zou goed zijn voor de heren reders om daar eens rekening mee te houden. Zo is dat. Zeg, ik heb uit zeer goede bron gehoord dat Kwel jullie vloot wil overnemen. En die van Meulemans ook. Hij zal niet rusten tot hij de hele Nederlandse sleepvaart onder zijn dikke reet hebt. Daar leeft hij voor. Meen je dat nou? Ja, er is maar één oplossing. Nou, daar ben ik dan benieuwd. We moeten ons eigen verenigen. We moeten de stuwende kracht van de massa gebruiken om Kwel tot betere voorwaarden te dwingen. Ja, toch wel, maar ze zijn veel te bang voor hun archie. Als er een paar van die oproekraaiers beginnen, worden ze meteen de straat op geflikkerd. Niet als we solidair zijn. Mooi ideaal, hoor. Ik ken mijn papa Hamers. Kapitein! De bemanning is hem gesmeerd. Verdamd nogmaals, wie is dat? Muigelig? Ja, ik ken geen reizen met handen breken. We gaan de stad in. Ja, dat wordt een botje zoeken in een bunt schollen. Oh, ik ken dat hier wie mijn klep roept. Kom, gop, gop. Thank you.
En? Hoe was het met onze vriend van Münster? Nou, ik heb hem eens heel voorzichtig gepolst, maar hij houdt zich groot. Dat was te voorzien. Ja, hij heeft nou dat transport voor de Franse marine naar Valparaiso. Nog een paar projecten volgens mijn inlichtingen. Allemaal uitstel van executie. We zullen het woord fusie pas kunnen laten vallen als de zaken wat minder florissant voor hem gaan. Misschien moeten wij wat actiever worden. En wat werk uit handen nemen. We liggen nu in Sint-Vincent om te bunkeren voor we de lange trek naar Rio de Janeiro maken. Ik mis je wel erg. Maar ja, jij zit daar ook maar alleen. Ik hoop dat alles met de bevalling voorspoedig zal gaan. Je krijgt een uitgebreide brief van me uit Rio. Pak het van Jan. Ja. Lang van stof is hij niet, hè? Nooit geweest ook. Pas getrouwd, een kind op komst en dan 7 maanden alleen zitten. Het is toch eigenlijk God geklaagd, hè? Oh, nee. Is het niet zo? Ik heb geweten waar ik aan begon. Echt? Het valt niet mee, al die maanden alleen. Maar Jan zal het ook niet altijd even lollig hebben. Het is raar. Een reis die zo lang is dat je niet eens meer aan het eind denkt. Maar niemand die kan om de aardbol heen kijken. Al die maanden en eindeloos water. We maken van het schip je wereld. En van de rest heb je geen weet meer. Wat is Holland nou eigenlijk? Stipje op de kaart. Je kan je niet eens je huis voorstellen. Dat ergens in het noorden van het stipje ligt. De beste zeeman is een pop met ijzeren klauwen. En hij haalt de kop. Ja. Ik ken de kapitein beter dan mijn vrouw. We denken op bepaalde ogenblikken hetzelfde. We delen dezelfde mok als de ander over de muur is gevlogen. We lenen mekaars kleren als je eigen bullen niet bij de hand hebt. Trouw dan met hem, stuur. Ik heb niet zo goed. Jij steekt de laatste tijd in een slecht wel. Laat mij nog maar gaan. Ik heb meer last van mijn maag. Ik dacht, ik zal jullie maar eens verwennen. Vries meelpudding met pessensaus. Ah, schwijnerij. Dat is niet. Ja, u kan ik niet rekenen. U neemt nooit een toetje. Mij niet zoveel, hè? Maar u houdt er zo van. Zo is het wel goed. Nou, smaakt dat of smaakt het niet? Hé. Je spuugt de hele tafel onder de bessen.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. 1, 2, 3. In Gods naam. De kapitein wil dat jij eerste wordt. Dat de derde jouw plaats inneemt. Maar ik weet het niet met die jongen. Eerst was die wekenlang zeeziek. En nou... Hij zit zo te staren. Ik heb het al meer meegemaakt. De angst voor de ruimte, de diepte en al dat water... Ik zal wel winnen. Ik hoop het. Je hebt kans dat Arie zo verguld is dat hij tweede geworden is. Dat hij geen tijd heeft om aan wat anders te denken. De reis gaat door. Zee. Houdt u daar niet van? Schön, aber langweilig. Auf See soll man was zu tun haben. Komm, lass uns mismausen. Wat sta jij opeens te poetsen dat de stukken eraf vliegen? Ja, je moet zo'n machine goed bij jou. Het is net als een vrouw. Ja, dat zijn de meesten ook altijd. Het is toch waar, soms of niet soms? Ja hoor, jongen. Poets jij maar lekker. Even varen we, even varen we. En er is niks op blijven. Oh, wacht maar. Ik ga straks toch een wind opsteken voor de honden en brood van lust. En dan piep je wel anders willen. Ik word zo slaperig van dit. Nog maar 5 dagen zijn we in Rio. Kunnen we lekker uitwaaien? Lekker mee. Ja. Die zijn de plenty. Zo'n donker type. Ja. Met zo'n klein zwart snorretje met de bovenlip. Mm. Maak me niet graag, zeg. Kom, ik ga een bakje koffie zetten. Hoor ik iets met de pomp? Toch even kijken. Je weet nooit waar het goed voor is. Ja, vraag aan Arie steeds meer op de meester lijken. Die had het ook zo. Midden onder het eten. Net of iets hoorde en dan weglopen. Nou, nou zeg. Het is net of de meester heeft gedacht, als ik op deze manier niet in leven kan blijven, dan kruip ik maar in een ander. Morgen in Rio. Wat? Oh ja, ja. Het is een mooie stad, maar
Linker, als je tenminste de weg niet weet, weet jij die dan? Jongen, laat mij maar schuiven. Ik ken de weg met de liefde in alle talen. A la señoritas públicas! Hey, wacht even! De rest is al weg. Ja, laat ze maar darren. Die zwijnen zijn zo ongelukkig dat ze vanavond terugkomen hollen om zich te verstoppen onder de rokken van de oude voor de dieners. Ja. En meestal krijg je nog gelijk ook. Nou ja, het is mijn eerste reis niet. Geraniums. Ja, zo veel mooi. Zal ik een schaal sausjes voor het beest bestellen? Anders gaat hij misschien piezen. Ja, ik ben niet meer geweest. Net naar wezen. Ze zullen de bestelling toch wel goed verstaan, hè? Het lijkt nog het meest op stijf bevroren koffie. Hoop geld voor een brok ijs met een smaakie. Nou, ik heb het hier wel gezien. Ik krijg er steken van in mijn kies. Come, friend sailor, I will show you pretty lady. Maro? Ga je niet doen, jongen. Plukken je kaal bij het leven. Een auto wijs genoeg. Ja. Al heb ik dan maar een klein zolderkamertje voor je in mijn hart. Je hoort toch bij de familie en ik wil niet dat je uitgekleed wordt. Come, very pretty lady. Nou, lees erop, bolknak. Or I'll show you who the butcher makes worsies. You come with me, boy. Wegwezen. You wait. Are your friends, you know? Me too. Wees goochem, jongen. Als je de liefde wil leren kennen, moet je niet in het knekelhuis beginnen. Kom op, we gaan met z'n drieën in eentje lopen. Nou, jongen. Was het nou niet veel beter dan in zo'n zweterig kamertje bij een vreemd vijf te leggen? Ja, toch vind ik het gemeen. Later zijn we er dankbaar voor wezen. Geloof mij nou, later zijn we er dankbaar voor wezen. Godverdien. Mijn portefeuille. Pleiten zeker. Die klingelij met een zwarte snorretje, die zat aan me. Hier blijven, het staat veel te link. Wil mijn geld terug? Nou, hoe ga je die vent nou vinden? Het is een enorme stad. Dat is 32,50.
Dat is na 32,50 in de vrije natuur, in godsvrije natuur. Dan heb je glijpussen. Nee, als hij daar nog gelukkig mee is. Maar ik wil ze terug hebben. Jij gaat helemaal niet terug, anders stamp ik jou helemaal in elkaar. Kom. Slecht nieuws? De Hollandse kolonie Rio de Janeiro heeft de eer u morgenavond te 8:00 uit te nodigen voor een diner te geven in het Palace Hotel. Voor u en uw officieren. Zonder uw tegenbericht nemen wij aan dat u daarbij aanwezig zult zijn. Hoogacht, u is niet te lezen. Soldas Essen, was is de kolonie? Dat zijn gewoon Hollanders die hier wonen. Ze nodigen ons uit. Dort im Hafen ligt een Russische caféboot. Ik wilde morgen daarheen borsch essen en klatschen over Rusland. Ja, ik denk dat we toch niet onder deze uitnodiging uitkomen. We zouden de mensen voor het hoofd stoten. Ze hebben natuurlijk al alles besteld. We moeten natuurlijk ook hoeden hebben. Dat spreekt. We moeten er wel zien aan te komen. Oh, op dat plein staat een Indiaan met strooihoeden. Daar had ik al even vier. Ja, maar je moet onze maat toch weten? Nou ja, dat is niet nodig. Heb mij maat. We houden ze wel in onze hand. Het gaat tenslotte om het gezicht. Ja. Ik heb geen overhemd, verdampt nogmaal. Laatste maal te dragen in Rusland. Vergeten in te pakken, zeker. Of. Maar laat u maar aan mij over. Wat dan? Hm? Even de maat nemen. Hoe maar? Ook alweer geregeld. Kom piek verder in orde, kapitein. Hier, we zijn zover. Oh ja? Ja. Kom aan, man! Hey, hop, 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 hop. Dus maak je jou? Ah! Was ist das? Das tut weh! So, genug! Rein! Ja, rein! Alleen. Wat bloedblaasjes, maar die trekken vanzelf wel weg. Zijn die heren zover? Ja. Oh, god, maar los! Zo, kapitein. Hier zijn de spullen. Wat is denn das? Het heet Real Fake Shirt for Gentlemen. Die man aan de winkel heeft het speciaal aangerecommandeerd. Kijk, is dit frontje vuil, dan trek je er gewoon vanaf en zit er een schoon frontje onder. 12 stuks. Altijd makkelijk als je wat te morst. Oh, mijn god. Ja, dat is nog niet alles. Kijk, op de achterkant een vervolgverhaal in 12 afleveringen. Love in the Tropics. Daar heb je altijd wat te lezen. Ja, ja, ja. Oh ja, dan heb ik hier nog de poortje. En de machette. Ja, ja, maar wie zal ik dus vastmaken? Aanzien. Maar laat u dat toch aan mij over.
Schoensel. Dat is de mannen Bouten. De Arie. Tom Boroer, stuurman. Wat denk jij? Ik weet het niet, ik heb maar wat gepakt. Je hebt van mij smaak nou de klonje. Oh, oh, slepen. Goeie reis gehad, kapitein. Ja, goed, goed. Dat zeeslepen is natuurlijk niet zo eenvoudig als het lijkt. Oh, goed, John, goed, John. Ah, daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. Oh, ja, ja. Maar lekker erbij, dikke wijven bij. Jo, niet te hard, anders zijn we de lul. En als we dan in Valparaiso zijn, kunnen we natuurlijk gelijk door naar Port Vraagteken. Hoezo? Ja, je denkt toch niet dat ze een losse boot helemaal van Zuid-Amerika terug laten varen naar huis? Zonder een toersleep. Dat zou een beetje al te gortig zijn voor de rederij. Er valt bijvoorbeeld in de Oost altijd wel weer een karweitje op te scharrelen voor Jan de Zeeslepel. Oh joh, Ja. Vertelt u me toch eens, kapitein. Wat is dat toch voor typisch bijgeloof dat de zeelieden iedere dag op de zon schieten? Schieten op die zon. Oh, is dat helemaal niet waar? Ja. Mogelijk, ja. En wat leest de bemanning al zo op die lange reizen? De Bijbel dan. De Koran. De Koran? Ja. Maar hoe krijgt u die dan aan boord? Nou, met postduiven natuurlijk. Ja. Kijk, en dit is de pont. En dit is de machinekamer. Ze zeggen wel eens dat dat het hart van het schip is. Dan hebt u wel een hele verantwoording. Ja, dat natuurlijk wel, dame. Stuurman, vindt u het erg vervelend om mij eens te vertellen wat het nu eigenlijk is? Zeeslepen? Ik weet er namelijk niets van. Nou, u weet tenminste al dat ik stuurman ben. Daarnet was er een dame die dacht dat ik de scheepsdokter was. Heeft u dan geen dokter aan boord? Geen levende. Wel een papieren. Oh, vertelt u eens wat van die papieren, dokter. Nou, dat is een kistje met allemaal flesjes. En die zijn allemaal genummerd. En daar is een soort handleiding bij. Voor allerlei soorten ziektes? Juist. Maar hoe weet u dan welke ziekte iemand heeft? Ach, daar krijg je kijk op. Mag ik even attentie? Gaat u zitten. Opa. Kapitein Shamanov, heren officieren van onze trotse Jan van Delft. Jan van Gent. In de eerste plaats wil ik u danken dat u zo vriendelijk was de uitnodiging van de Hollandse kolonie in Rio de Janeiro te willen aannemen. Het is ons een eer u in ons midden te hebben. U, kapitein Shamanov, gigant der wateren, triomfator der oceanen. En u, heren officieren, schildknapen van deze bedwinger der wereldzeeën. Wij kunnen rustig stellen dat de Jan van Delft de personificatie is van ons aller vaderland. Klein van stuk, edoch groot van daden. Leve de Kanagin. Hip, hip, hip. Hoera. Hip, hip, hip. Hoera. 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 Hip, hip, hip. Hoera. 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 Ik heb vanmiddag daar, op dat plein, de duifjes zitten voeren. Met oud brood voor een cent. Gekocht in zo'n winkeltje. De stomme dieren vreten het compleet uit je binnenzak.
Ja, als je eens nagaat hoeveel verdriet je in Rio kan hebben voor een tientje. En hoeveel lol voor een cent. Grote festiviteiten. Dan een kleine haai. Grote festiviteiten. Aboru. Romantica. Mag ik Wim zeggen? Als je maar weet dat ik Jan heet. Je geniet, hè? Ja, gaat wel. Dat is beter dan maanden, stinkende kleren en bruine bonen en kippensoep van het varken. Maar je houdt van wijn. Ja. Het is prachtig hier, hè? Het is prachtig, prachtig. Ja, nou is het in Holland winter. Het is prachtig, meid. Waarom lach je? Omdat, meid. Maar ik lachte je niet uit. Die twee heeft dan zijn eigen taaltje. Ik hou van jullie taal. Zo echt. Zo eerlijk. Voor jullie is toch ook niet leuk, dan? Niet? Nee, meestal niet. Het is er. Het is zo verschrikkelijk vervelend hier. Er zijn wel veel mensen. Net altijd alleen. Er is nooit eens iemand waarmee je kunt praten. Die je vriend is. Die van je houdt. Zo vervelend vind ik het niet. Er is bij de sleepvaart heel wat saai. Weinig mensen. Het zijn allemaal je vrienden. Dan praat je de godsganse dag mee. Dat wordt ook wel eens vervelend. Ik wil wel eens wat anders zien dan. Geschoren koppen, kostige monden. Je wil wel eens wat anders ruiken dan. Tabak. Zo zie je, zo heeft iedereen zijn eigen eenzaamheid. Kom, meid. Als de meisje naar binnen gaat. Zoals je wilt. Een heleboel zeelui zijn beroemd. Een paar hebben zelfs een lintje. Dat is nog eens rijkdom wat je noemt. Geef mij maar een vrouw met een kindje. Meneer Van Münster, daar is meneer Nolkwel junior voor u. Ach, kijk eens aan. Doe die deur even dicht, hè? Ja, meneer. Hoe staan we ervoor? Nou, ik ben sodemieter, meneer. Ja, en nou helemaal omdat de bank die lening geweigerd heeft. Oh, we hoeven niet te rekenen op een uitstel van betaling, hè? Het is rot, meneer. Ah, die jonge Kwel heeft natuurlijk ergens de klok horen luien. Laat maar binnen. Ja, meneer. Wilt u maar binnenkomen, meneer Kwel? Meneer Van Münster, maakt u het? Laat u zitten, meneer Kwel. Dank u. En wat verschaft mij de heer? Beleefdheidsbezoekje, meer niet. Aha. Ik moest toevallig in de buurt zijn. Oh. En dat heeft niks te maken met mijn financiële positie. Ach, ik heb natuurlijk wel iets horen verluiden. U weet hoe dat gaat. Ja, ik weet precies hoe dat gaat, hoor. Nou ja, ter zake. U weet wat het ideaal van onze firma is. De hele Nederlandse zeesleepvaart in één hand om zo'n gesloten front te vormen tegen de steeds groeiende concurrentie uit het buitenland. Wat weet u dat mooi te zeggen, hè? Maar in de praktijk komt het hierop neer dat de firma Kwel de andere rederijen de nek om wil draaien bij de eerste beste gelegenheid die zich voordoet. Oh, zo zou ik het toch niet willen stellen. En die gelegenheid, die doet zich nu voor. Er valt misschien te praten over een fusie. Nou, ik heb er weinig vertrouwen in, hoor. Ik heb met pijn en moeite mijn maatschappij gemaakt voor wat ze nu is.
En ik wil daar baas over blijven zolang ik dat kan. Dat standpunt respecteer ik. Maar mochten de omstandigheden zich tegen u keren, wij zijn altijd bereid te praten. Gewend, jongen. Staat hier altijd zo'n kleren bij, niet? Ja. Nou wordt het menis. Zien. De zee ontkom je niet. Dat weet ik. Misschien voel ik me daarom zo rot. Er is niemand die je helpen kan. Behalve jijzelf. Meneer Van Münster. Het doet me genoegen dat u hier hebt willen komen. Ja. Ik vertel u niks nieuws als ik zeg dat het niet goed gaat met mijn rederij. Het is een publiek geheim dat u zich, althans financieel, niet in een rooskleurige positie bevindt. Ja. Juist. Het heeft geen zin om eromheen te draaien. Vroeger zat ik ook wel eens moeilijk. Maar dan wist ik me altijd uit te redden. Ik word er niet jonger op. Ik mis de kracht om terug te vechten. Op uw leeftijd een volkomen normale zaak. Ik wil u wel verklappen dat ik mij in de naaste toekomst ook wil terugtrekken uit de rederij. Maar u hebt een opvolger. Ik heb niemand. Reden te meer om een fusie aan te gaan. Als wij ons verenigen, staan we allebei sterker. Uw maatschappij is veel groter dan de mijne. Veel machtiger. Bovendien lopen onze zakelijke opvattingen nogal uiteen. Ach ja, wij investeren nogal veel als bedrijf. En dan moeten we onze loon op een aanvaardbaar pijl houden. Willen we niet al gauw in dezelfde positie komen waarin u verkeert. Opstomen naar Rikieke, drijvende kraan ophalen van maatschappij voor Barrewerken naar Rotterdam slepen. Het valt mee. Een drijvende kraan, helemaal slecht, zweer te slepen. Kaptein, was er geen post voor mij? Niks. Ook geen kaartje? Niks. Kaptein, ik kom namens alle jongens. Kennen we straks nog de stad in? Wat dacht je nog? Denk jij dat ik van plan ben jullie uit alle groenlakkers van Parijs zo te slijpen? Nee, alleen maar even een biertje drinken. Dat ken ik! Kijk, groen de walp of ik breng ze de poten! Ja, nou, ik vroeg het alleen maar. Ah! Zodra wij ze het water ingenomen hebben, gop, naar Rotterdam. Verdamde smeervinken. Meneer Van Münster, mijn heren. De besprekingen over onze fusie met de NV Van Münster Zeesleepvaartmaatschappij zijn in het laatste stadium gekomen. Alvorens tot ondertekening over te gaan, dus wil ik graag mijn vreugde uiten over het feit dat door deze fusie de Nederlandse zeesleepvaart sterker dan ooit tevoren het hoofd kan bieden aan de buitenlandse concurrentie. En zullen voortaan varen onder
naam NV Zeesleepvaartmaatschappij Kwellen van Münster. Hoe is het godsmogelijk? Die twee hebben elkaar jarenlang beconcurreerd op leven en dood. Wat vind je ervan? Ik vind het vreselijk. Doen we nou? Buiten varen. Voor die bloedzuiger? Is het meer egal. Ik ben kapitein. Ik wil er af mijn schip blijven. Lees weiter, broer. Omdat beide rederijen nu één geworden zijn, zal de sleepboot Vlieland doorstomen naar Iquique. En daar de drijvende kraan oppikken die voor de Jan van Gent bestemd was. Dat is de kluk gehad. De Jan van Gent moet onverwijld opvaren naar Buenos Aires, waar de sleepboot Schouwen over 14 dagen aankomt. Vandaar gaat de Jan van Gent in konvooi met de Schouwen onder commando van kapitein Maartens een zuigpersmolen terugslepen naar Holland. Frauderen bijten elkaar niet. Zie je maar eens. Nou krijgen we zeker meer loon. Ben jij belazerd? Wel betaalt ons natuurlijk net wat die eigen mensen betaalt. Een kwart minder. Dan moet je ook nog je eigen mondkost betalen. Dat kunnen ze toch niet doen? Jongen, bij de sleepvaart ken alles. Dit misschien ook zijn goede kant. Ben benieuwd welke. Een voorbeeld te noemen. De smeerolie die ze bij Kwel gebruiken is tenminste van behoorlijke kwaliteit. Waar luidt je winst? De schepen zien er natuurlijk wel een stuk beter uit dan die van ons. Ah, je schaamt toch je ogen uit je kop als je met een drolbaas zoals deze langs even zo'n goudvis komt te liggen. Misschien gaan ze er wel wat kalmer aan doen. Want nou jakkeren ze die arme karren zo af dat de stukken van de zuiger springen en de pakkingen zo slijten dat je aan het martelen blijft. Ik weet beter dan wie ook aan boord wat er gebeuren zal. Ik ben niet voor niks van kind af groot geworden met de zeesleepvaart. Ik heb niet voor niks jarenlang bij de berging gezeten en met die lui geconcureerd. Ik weet dat Kwel zijn volk uit buiten uitzuigt. Evengoed een mooie schuit, daar gaat niks van af. En ze hebben allemaal van die mooie kleren aan. Ik bedoel, alles is heel. Net als op de meidenkostschool. En elke man is gaan op het fluitje. Godsamme lazer. Dat is nou ons voorland ook. Maar als ze onze boot zo'n fluitje geven, dan mogen ze er wel een blok aan binden, anders slikt hij het in. Ik zal die smerige snotlap van Münster maar binnenhalen. Jullie binnen nou toch verkocht en verraaien. Nou durven jullie, hè? Nou de meester zijn mondorgeltje hebt weggelegd. Die zit één op ons. Je mannen zal die ouwe van jullie vragen hoeveel de scheermessies kosten. Die zit ook, 1-1. Heren, komen jullie dineren vanavond? We eten bruine bonen met windeieren. Van kwelhaantjes. Ik kom aanstonds even mijn naam in je pannen schrijven. Horlepiep. 2-2. Alle hens in de bak.
Aantreden voor de kleine boodschap, kinderen. Broekies open. Ja. 3-2. Rust. Dat was een voltreffer van het zuiverste water. Dat is Maartens, de kapitein van de Schouwer. Ik heb nog nooit een schipper met een hoed opgezien. Ja, laat hem maar schuiven. Die heeft zijn sporen wel verdiend in de sleperij. Heb je niet het konvooi gecommandeerd dat het eerste droogdok naar Afrika heeft gebracht? Dat is hem. Zo de Mietersen. Nou, heb er in de tijd nog een lintje voor gekregen. Ja. Een heleboel schippers die zijn er beroemd. Een paar hebben zelfs een lintje. Dat is nog eens rijkdom wat je noemt. Geef mij maar een vrouw met een kindje. Collega. Ik heb opdracht gekregen van de rederij om het konvooi naar Rotterdam te leiden. Ik wijs. Zou je vriendelijk kunnen wezen om morgenochtend op 6 uur onder stoom klaar te liggen? Hij liggen klaar. Ja. Zou ik even een paar dingen willen weten. Ten eerste de snelheid van het schip, aard en de lengte van de trossen en het aantal runners. Eerst maar de snelheid. Winkel dat we de hele dag eieren vreten. Maar dat is nou juist de bedoeling. Hoe kom je eigenlijk aan al die eierdoppen? Gekocht van een eetzaak in de haven. 2 zakken voor 1/4. Zou je daar nou niet eens mee ophouden, vader? Iemand die krijgt nog eens een beroerte. Ik heb nog nooit zo afgrijzelijk veel lol gehad voor 1/4. Maar ik wil waar van mijn geld. Juni, zoon, Barend. Alles wel. Muisjes had ik niet. Die waren daar natuurlijk niet te krijgen ook. Ik heb wat gerotzooid met suiker, kaneel op scheepsbeschuit. Dankjewel, kok. Bonjour, je vais m'arrêter.
laatste rukkie. Ben je blij dat je weer naar huis gaat? Ik moest al wel op de kade staan. En mijn sussie. En dan? Kom op, jongen. Een paar dagen. Maar het heeft zo lang geduurd. Nou, je hebt je goed gehouden. Je moeder zal trots op je zijn. Echt? Zeker. En ik zal het je vertellen ook. Zo, nou eens even kijken. Een half pond meel, slof kruisbessen, halve jenever en 6 flesjes bier en een pakje pijptabak. Geen taartjes? Oh ja, die moeten er ook nog bij. Dat zou ik ook denken. Kapitein Martens, dit is een historische dag. Niet alleen voor u en uw wakkere mannen, maar voor de hele Nederlandse zeesleepvaart. Deze dag zal worden bijgeschreven op een gouden bladzijde in de annalen van onze toch al zo roemrijke zeehistorie. Kapitein Martens, u heeft zojuist het record van kapitein Barger met de Walcheren met ruim 400 mijl overschreden. U heeft zojuist de langste sleepreis ter wereld gemaakt. Kapitein Martens, ik wens u en uw bemanning nog vele succesvolle en succesrijke reizen toe. Ik heb gezegd. Thank you.
Zo. Nog een uurtje, kapitein. Bent u blij dat we weer terug zijn? Was zo lief, man. Wat te beleven. Oh, die draait daar aan Balvin. Die zit met zijn kotsen. Misschien is het toch net tijd voor een spelletje Miesemauzen. Ja, goed, ja, goed. Hier, mijn borrel. Hier. Kijk even. Zo. Rustig naar vader. Ze staan allemaal naar je te kijken. Jan. Oh, wat een lekkertje. Oh. Waar zijn je kleren zo? Aan boord. Ach, help jij even zijn boeltje pakken, kind. Dan gaan vader en ik met de kleine vast vooruit. Ja, wij gaan wel vooruit. Het is Pout, de hisselmachinist. Jij bent dus Nelly. Ah, nou, kennis te maken. Ja, ik vind die loop van die 9 maanden zoveel van je gehoord dat ik je bijna kan uittekenen. Ja, we hebben al met al toch nog een goede reis gehad. Zakje blauw, 6 cent. Worstballetje, 16 cent. En onze raadjes, 15 cent. En telegram Jan, 9,20 gulden. Zo de joe. Baker, 7,50. Ik was nog duurder dan de baker. Zo, meid. Daar zitten we dan. Komt hij ook zo van de rol? Ben ik niet meer gewend. Hierbij delen wij u mee dat uw loon voortaan 60 gulden in de maand zal bedragen. Voorts wordt u in de keuze van het voedsel vrijgelaten op eigen kosten. Hoogachtend Kwelle van Münster. Maar dat is een kwart minder dan je vorige loon. En dan moet je ook nog je eigen eten betalen. Dat kan toch niet? Nee, het is godverjoemen een schandaal. Kalm aan, Jan, niet vloeken. Wat denkt die vuile uitzuiger nou eigenlijk wel dat ik het neem? Is die nou helemaal belazerd? Tegen mij niet op te spelen, dat zou je niet helpen. Ga liever maar eens met je kapitein praten. Ja. Meneer Kwel, mag ik u even storen?
Ik heb uit goede bron vernomen dat er vanavond in Café Timmer een protestvergadering gehouden wordt. De bemanning van een viertal sleepboten zijn erbij betrokken. Zo. Men is het blijkbaar niet eens met de nieuwe regeling die de maatschappij heeft voorgesteld. Ja, dat was te verwachten. Dan moeten ze maar aan wennen. Het lijkt mij dienstig als we zouden kunnen beschikken over de namen van de raddraaiers. Met het oog op eventualiteiten later. Mm-hmm. Hoe regel jij dat dan, Van Hemel? Vanzelfsprekend, meneer. En ik blijf er natuurlijk helemaal buiten, hè? Ik zal de grootst mogelijke discretie nemen. Krijg je de minister van gezicht? Dat schikt wel, meneer. Ga vooral omzichtig te werk. Wat dacht u dan? Ik heb heus geen zin om in elkaar geslagen te worden. Morgen verwacht ik verslag van je bevindingen. Zonder mankeren, meneer. Kameraden, stilte! Stilte graag! We zijn hier vanavond bijeengekomen te protesteren tegen de schandelijke voorstellen die Krell heeft gedaan aan het personeel van Münster. Ja! En zoals jullie zien, de opkomst is massaal en het stemt tot vreugde. Wij proletariërs, wij moeten schouder aan schouder staan. En ons verzetten tegen het groot kapitaal dat ons wil uitbuiten. Dat, kameraden, is de eerste stap op weg naar de wereldrevolutie. Wij moeten opstaan tegen onze onderdrukkers. Ja, tegen onze uitbuiters. Als we dat niet doen, dan wordt het te steeds erger. Ik zeg om je eigen druk over te maken, alleen nog dit. We zitten hier vanavond als vrije mensen in een vrij land om te protesteren tegen een maatregel waar we het niet mee eens zijn. Maar dat gaat tussen ons en de rederij en niet tegen het grootkapitalisme. Zo is dat! Wij hebben geen beroepsophitsers van nodig om ons eigen op temperatuur te laten brengen. Wij moeten vanavond één ding bepraten. Wat moeten we doen om die meneer Krell aan zijn verstand te brengen dat hij zijn eigen een tikkie verkeken heeft? Niks anders te bier als de wereldrevolutie. Dan zeg ik dat ik dat mussen doodschieten vind met een kanon. Wij zijn niet bereid om door een kerel die ervoor betaald wordt om ons tegen de rederij op te zetten, ons uit de koers te laten douwen. De officieren en bemanning van de zeeslepers Albatros, Medusa, Hercules en Jan van Gent protesteren ten stelligste tegen de loonsverlaging en de regeling van de voeding. Wij zullen ons tegen deze uitbuiting verzetten met alle ons ten dienste staande middelen. Voorwaar, papa, dat is krachtige taal. Het is veel geschreven, weinig wol. Hier zit kennelijk een beroepsoproerkraaier achter. Ja, maar als ze nu gaan staken... Wie niet werkt, zal niet eten. Ja, daar is weinig tegen in te brengen. We sturen een antwoord in de trant van wij zullen de onderhavige punten de nodige aandacht schenken. En dat de zaak de aandacht heeft. Hè? Zijn die salarissen eigenlijk onredelijk? Dat is nu niet aan de orde. Je denkt toch zeker niet dat ik net als van mensen kapot wil gaan, hè? Een kleine tegemoetkoming, een gebaar van goodwill. Ik laat me door niemand dwingen. Oh, dat was maar een suggestie, hoor. Ik wens alleen over salarisverhogingen te praten als de tijd ervoor rijp is. En dan op mijn voorwaarden. Ze zullen u wel weer voor schurk uitmaken. Beste jongen, er is geen enkel bedrijf groot geworden zonder schurkenstreken. En God zegen moet erop rusten. De heren hebben hier en daar wel een paar krasse uitspraken gedaan. Maar veel hebben we er niet aan. En het meeste is nog van lager personeel. Vanavond is er weer een vergadering, meneer.
dan blijf ik wel een beetje bij de heer officieren in de buurt. Dat is voor ons veel interessanter. Die kleine schreeuwers zijn van geen belang. Ik heb het begrepen, meneer. En verwachten jullie iets van dat protest? Wel, nee. We zullen zien. De enige die er wijzer aan wordt is de kastelein. En Kwel is naar gewaarschuwd. En wat dan nog? We hebben het met z'n allen gedaan. Hij kan toch moeilijk de hele vloot eruit gooien? Zal er dan helemaal niks uitkomen? Nee. Als moeder de vrouw geen zin heeft om mager te worden voor het ideaal van de rechtvaardigheid, dan kunnen we alleen maar wachten tot Kwel zin heeft onze patiënten meer te geven. We kennen geen kant heen, jongen. Hij heeft alle troeven in handen. Hij door een ander geen mens in de wereld. Hè. En ze zullen toch wel ergens voor nodig wezen. Want er komt maar geen dondersteen uit heldere hemel om ze dwars door de aardkloot heen de hel in te slaan, zoals dit in de Bijbel gebeurt. En de dominee zegt dat sinds de Bijbel er niks veranderd is in de wereld. Ach, kletspraat. We zijn pas uit ons lijden als we liggen te sluimeren onder de reuzenwieren van het zeemansparadijs en onze zielen klapwieken in de onbegrensde ruimte van Gods algenoegzaamheid. Wat zeg je nou? Dat heb ik eens ergens gelezen. Ja, wij komen toch niet in het zeemansparadijs, tenzij die Kwel ons een handje helpt. Heb je toch gelijk gehad? Alles wat hij doet, doet hij voor ons best wil. Officieren, dominee, al is het niet van harte. De partij zal wel uitkijken. En zeker zij die al jaren voor ons varen. Maar de stuurlui en de machinisten kunnen wel degelijk het lage personeel beïnvloeden. Wat gaat u met deze informatie doen? Gebruiken. Voor het geval dat? Precies. Kameraden! Mag ik even aandacht? Ik zal het telegram van Kwel in zijn geheel... Stilte! Wat op meneer? Even stilte, jongens. Even belangrijk. Even luisteren. De directie van de NV Sleepvaartmaatschappij Kwel en Vermunster... Ja. ...heeft van het protest goede noten genomen. Bij de meeste spoed zal zij aan de onderhavige punten haar volle aandacht schenken. Juist. Zij verzoekt echter de bemanning van genoemde schepen dringend hun kalmte te bewaren... de directie met haar onderzoek gereed zal zijn en de dienst zonder stoornis te blijven uitoefenen. Zijn antwoord is helemaal niks zegt. Ze laten gewoon alles bij het oude en iedereen raakt er aan gewend. Kwel heeft ons in zijn macht. En dat weet hij. Dan zou Kwel ons de duimschroeven nog strakker aan draaien. Dan geloof ik dat we nog blijven varen. Wees eerlijk, als we zo op onze eigen schuit zitten als schippen naar schot... dan hebben we toch wel eens het gevoel dat we nog geld toekrijgen? Goed, sleepvaart is het gerlige vaart. Geld is de waal en de waal is het... Rondje voor mij. Domme nog aan toe. Sleepers leven is een hard leven. Veel harder dan bij de grote vaart. Dan mogen we dan mee eens een schik zijn. Stel je voor dat iedereen die plezier heeft in zijn werk... zijn eigen laten uitzuigen. Het is allemaal goed en wel. Mamakjoren, we komen er geen spat verder mee. Moeder de vrouw die zit met een weekbrief... die een kwart minder is dan ze gewend is. Die jongens daar kunnen naar de grote vaart... maar daar kunnen wij niet terecht. Waarom niet? Officieren van zeeslepers worden niet toegelaten bij de grote vaart. Er is een wet dat zeedagen gemaakt aan boord van een sleepboot niet geldig zijn voor de koopvaardij. Dus de praktijk die je hebt opgedaan aan boord van een sleepboot is niet genoeg voor tweede stuurman op zo'n vrachtschuit? Zo is het. Wij die kasten van een paar duizend ton leeg en stuurloos van het ene eind van de wereld naar het andere slepen... worden ongeschikt verklaard om een vrachtbraam van Amsterdam naar Londen te varen. Dat is een godverklaard schandaal.
Weet je wie ons die wit op het dak heb geschoven? Diezelfde meneer Kwel, die ons nou heeft opgekocht voor een habbeklets. Die razende opkomst van die zeesleepvaart begon. En er geen mensen genoeg bij elkaar konden graaien en de koopvaardij zo happig op ons was. Liep hij met Kwel weg? Van Münster heeft de toestanden aan boord van zijn schepen verbeterd. Maar dat kostte Van Münster een hoop geld. En daarom is hij altijd een klein mannetje gebleven en daarom is hij er ook aan kapot gegaan. Maar meneer Kwel, die is gaan praten met de rijke bullen van Rotterdam. Van de werven, de fabrieken, de steenkool. En die hebben een of ander rotpartijtje in onze heilige onomkoopbare volksvertegenwoordiging. Volgestopt met goede harde gulders. Ja, toen ging die wet erdoor als een kogel door een pompmotor. Rondje voor mij. Ik heb Meijer met zijn marken door zijn toedoen de lucht in zich gehaald. Ik heb de oude Van Münster gekend als een vader. En ik zweer dat ik geen mijl, maar dan ook geen mijl meer zal varen onder de bloedvlag van die Satan, zonder te vroeten aan zijn graf. Iedere slag van mijn schroef, van mijn schuit, die zal een klap zijn op zijn schurftige hersens. En ieder commando dat ik geef, dat zal ertoe dienen om hem naar de hel te jagen, waar hij thuis hoort. Denk erom, jongen. God houdt zijn mannetjes aan hun woord. Jij die kastelein daar. Moeilijk. Hé, hey, hoe ze die noemen? Hmm? Wil je bloedworst over je neven snorren? Maar hij is toevallig wel de enigste van ons allemaal die hier wijzer van wordt. Hij kan rekenen. En dat kennen wij niet. Juist. En wie in deze verdomde wereld rekenen kan, trekt altijd aan het langste. Verdomd is niet wijs. Die Kwel. Die Kwel kan zo goed rekenen dat er voor hem 30 sleepboten dwars door de hel varen. Ja. Die hebben het bekeken. En hij kan niet varen. Ja. Geloof mij, hij kan niet varen. Hij kan niet eens een roer vasthouden. En als die boot een beetje schommelt, wordt die pit en wordt die braken, maar... Nee, ik kan rekenen. Juist. En daar gaat het om. Ik heb vanmorgen in de courant gelezen hoe ze hem noemen. Oh ja? Ja. De schipper van de zeesleepvaart. En weet jij hoe ze de sleep van doen? Hollands glory. Glory, ja. God. Laat zo'n mannetje zijn woord. Je moet begrijpen dat... Vooruit! Ga naar je nest, zwabber. Vergeef me. Ik heb niks te vergeven. Ik heb die Kwel verrot geschold. Ja, dat heb ik gedaan voor ons. Ik hoop dat die Kwel je het zal vergeven. Blijkens uw uitlating en gedragingen van recente datum achten we u verder ongeschikt om het bevel te voeren op een bodem van de Verenigde Vloten. Deshalve geven we u door deze kennis van het feit dat u met ingang van 1 augustus bent ontslagen uit de dienst bij NV Zeesleepvaartmaatschappij Kwelle van Münster. Met de meeste hoogachting. Is toch niet te geloven, hè?
Ik ben de beste stuurman van de vloot. Ik mocht op kosten van de rederij studeren. En nu zou ze me de zak geven. Je ziet het. Ach, dat is natuurlijk weer een of ander laf dreigement van meneer Kwel. Ik ga gewoon naar Rotterdam. Als ik nu netjes mijn excuus aanbied, dan komt alles toch weer in orde. Ach, kom naar mij. Het komt allemaal weer in orde. Het is allemaal mijn flauwekul. En hou nou op met het gehuilenbalk. Ik ga vandaag nog naar Rotterdam. En over een paar dagen dan moet Jan weer varen. Laten we die paar uurtjes die we nog hebben. Hè? Wat heb je er nou aan? Hier. Droog je gezicht af. Ik weet niet hoe het kop is. Neem deze dan. Zo. Zo is weer goed. Ja. Ik moet u dus echt aan uw verstand brengen dat de directie inderdaad besloten heeft u te ontslaan. Wegens wangedrag en opruiende uitlatingen. Hoe komt de directie daarbij? Zou u de goedheid willen hebben, meneer Wandelaar, mij mee te delen of het correct is dat u zaterdagavond jongstleden in de localiteit van de heer Timmer het volgende hebt uitgeroepen. Ik zal geen mijl meer varen onder de bloedlach van die Satan zonder de voeten aan zijn graf. Iedere slag van de schroef zal een klap op zijn schurftige hersens wezen. Ieder commando dat ik geef zal ervoor dienen om hem naar de hel te jagen waar hij thuis hoort. Oh, ik zie dat u hier niets tegen hebt in te brengen, meneer Wandelaar. En dat doet mij veel genoegen. Dat spaart ons en u een hoop onverkwikkelijke moeilijkheden, gerechtelijke romslomp en zo. Wie heeft het aan u doorgegeven? Ja, meneer Wandelaar, zo zijn kapitein precies weet wat er aan boord van zijn schip gebeurt, weet een directie... Ik had het kunnen verwachten van zo'n ploertenbende. Pardon? Misschien mag ik dat ook nog even noteren. Ja, zo is het wel genoeg. Oh, dat vindt u dus gelukkig ook. Meneer Wandelaar, nu even als mens tot mens. U mag gerust van mij aannemen dat de directie u nog zeer schappelijk heeft behandeld door u zomaar zonder meer te ontslaan. Dus het telt niet meer mee dat ik in de tijd de Scottish mede heb behouden en meerdere maal mijn leven voor de maatschappij heb gewaagd. U mag toch niet verwachten dat een bona fide maatschappij die er prijs op stelt, dat de mentaliteit van haar bemanning op een behoorlijk peil staat. Iemand in een verantwoordelijke positie handhaaft die in het bijzijn van een aantal officieren dronk uitbrengt van de volgende strekking. Wie zuipt er mee op de marteldood van Loeder Kwel? Waar kan ik mijn achterstallige salaris krijgen? Oh, dat moet u bij de boekhouder regelen. Het salaris van J. Wandelaar. Even kijken. Tja. Hier heb ik te bescheiden. Tja. Ik heb een nogal onprettige boodschap voor u. U hebt nog te goed de somma van 15 gulden en 64 cent aan loon en tantiemen. Juist. Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat dit bedrag onvoldoende is om uw schuld bij de maatschappij te dekken. Wat? Hier heb ik het contract gesloten tussen u en de NV van Münster. Het luidt als volgt. Middels ondertekening van deze overeenkomst heeft van Münster, et cetera, hierna te noemen de rederij ten enere en Wandelaar Jan Matroos, et cetera, hierna te noemen de protégé ter andere zijde, zich verbonden om ten behoeve van Wandelaar, et cetera, alle schoolgelden, onkosten, et cetera, voor haar rekening te nemen, welke noodzakelijk zullen zijn om de protégé in staat te stellen diploma voor stuurman bij de grote vaart te behalen, terwijl protégé zich tegenover de maatschappij verbindt als officier bij de dekdiensten zullen varen voor de tijd van 10 jaar. En dat dienst is volgens bescheiden aangevangen op 23 juli 1910 en loopt dus over 9 jaar pas af. Daar wist ik niks van. Ja, dat is mogelijk. Maar hier is uw handtekening en het contract is gezegeld.
Maar laten we een ogenblikje verder gaan. Nou ja, hier hebben we het, ja. Sub D. Voor het geval de protégé voor de datum op deze overeenkomst en rechten is geëindigd ontslag zou nemen, of de dienst zou verlaten, of op enige andere wijze zou ophouden bij de rederij als dekofficier werkzaam te zijn, uitgezonderd bij overlijden succes, verplicht deze zich dus de zijne behoeve gespendeerde schoolgelden om kosten etc. aan de rederij terug te betalen, in die voege dat het totale bedrag zou worden omgeslagen over de tijd van 10 jaar, zodat het bedrag dat de protégé in opgemeld geval aan de rederij schuldig zal zijn, afgedaan door het werkelijk in dienst zijn van totaalbedrag waarvan de omvang na het beëindigen de opgemelde studie in aanhangsel bij deze overeenkomst zal worden vermeld, vermeerderd met een rente van 5% per annum. Deze clausule wordt geacht in werking te treden, ook in het geval de protégé door de rederij zal worden ontslagen wegens onbekwaamheid, onbepassendheid, opruimende actie, dronkenschap, ontuchtige handelingen, et cetera, et cetera. Maar als ik schuld heb, dan heb ik die toch aan Van Münster en niet aan Kwel? De firma Kwel en Van Münster heeft alle verplichtingen en vorderingen van de vorige maatschappij overgenomen. Oh, dus ik krijg geen salaris? Na aftrek van achterstallig salaris bent u de maatschappij nog de somma van 203 gulden en 64 cent guldig. Ik mag er echter op wijzen dat sub E van opgemeld contract vermeldt dat de terugbetaling niet gevorderd zal worden in geval de protégé komt te overlijden. Zo. Echter wel als de protégé door middel van zelfmoord vrijwillig en opzettelijk een einde aan zijn leven maakt en zich daarmee willens en wetens en met voorbedachte raden aan zijn verplichtingen van opgemelde overeenkomst zal onttrekken. Nou, in ieder geval bedankt. Niets te danken. Failliet? Zijn ze nou helemaal belazerd? Dat ken ik wel nog niet. Hoe is het gods mogelijk, die jongen de pracht van de toekomst? Ja, dat dachten wij ook. En nou is je zijn huisje uitgezet en zijn boeltje van het openbaar verkocht. Hij staat op de keien. Ja, dat is te zeggen, hij is voorlopig is ingetrokken bij zijn schoonouders op een zolderkamertje. Ik ga meteen naar hem toe. Nee, Mout, doe dat niet. Hij voelt zich zo rottig. Hij wil niet dat je hem zo ziet. Ik ben zijn beste vriend. Ja, laat hem voorlopig nog maar betijen. Komt allemaal goed in orde. Nee, hij is niet. Ja? Ik heb nog een paar spulletjes kunnen terugkopen voor een paar daalder. Veel was er niet waard natuurlijk. Al heeft het voor jullie natuurlijk wel waarde. Is er nog koffie, moeder? Ik zal even een kopje voor je halen. Bedankt. 200 gulden kost om nog geen 20 gulden binnen te krijgen. Ach, jongen. Je bent in Parijs wel eens duurder uit geweest, hè? Bijzonders is het niet. Vrachtvaarder. Als bootsman. Maar je bent stuurman geweest. Nou ja, ik bedoel. Ze heet de jonge Klazientje. Ze gaat van Amsterdam naar Savannah. Met de lading kaas. Ik weet hoe je je voelt, Jan. Doe het nou maar. We zien wel hoe het gaat. Thank you.
Nou, we liggen op koers. Ja, de Klesinkie is een oud schip, maar Sjeb is wel altijd braaf en best hoor. We moeten samen zien praten. Dat is goed, kapitein. Ja, je zult waarschijnlijk wel gezien hebben dat het hier aan boord wat rustiger toe gaat dan bij de sleepvaart. Ja, dat heb ik gemerkt, kapitein. Ja, de meeste bemanningsleden die zijn de 50 al gepasseerd. En ik vaar al jaren met ze. En ik mag zeggen tot de volle wederzijdse tevredenheid. Het werk is ook niet zwaar. 4 uur op, 8 uur af. Vergeleken met de sleepvaart is het een sanatorium. Ja, het is voor jou natuurlijk nog een beetje onwennig, hè? Omdat je nog zo jong bent. Ja, dat wel. Het zal wel wennen, kapitein. Ja. Je moet de kat maar eens rustig uit de boom kijken. Dan zullen we het samen best kunnen vinden. Kapitein. Bootsman? Ja, zeg dat wel. Is het altijd zo? We varen dit traject al 18 jaar. Zo, dat zijn we wat. Ik moet zeggen, je raakt wel aardig thuis, hè? Nou, morgen zijn we in St. George. Dat is een aardig stadje. Dan moet je eens even een kijkje nemen. Goed. Smakelijk, kapitein. Hé, hey, Boots. Moet er even bij zitten, jongen. Graag, kapitein. Oh. Wil je iets gebruiken? Graag, kapitein. Ik ga je de geitenmelk aan je aanbevelen, hoor. En het broodje kaas is ook uitstekend hier. Als het u hetzelfde blijft, dan neem ik liever een borreltje. Wat? Op dit uur van de dag? Nou, ik zou maar iets voedzamers zien, jonge vriend. He? Dan mijn geld verslingen aan een drank waar later maar duizelig van wordt. Geef u dan maar wat u heeft. Hè? 2 geitenmelk. Zo. Nou, de reis is tot nog toe redelijk verlopen, hè? Ja. 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 Alleen jammer van dat stootkussen wat overboord ging in Sint Miguel. Toen baas Kuit het naar zijn heup greep. Hoe is de reis begonnen, Bos? Goed. Ja, kijk eens, je maakt mij niks wijs, jonge vriend, hoor. Het moet voor iemand die van de sleepvaart komt toch een hele grote verandering wezen. Ja. Ja, je moet me niet kwalijk nemen, maar... Er valt hier niks te beleven, niks te zien, niks te horen. En als je achterom kijkt, dan schrik je steeds. Hoezo? Nou, aan boord van een sleepboot, dan kijk je steeds achterom voor de sleep. En hier alleen het kielzog. En een schipper, iemand die van de sleepvaart komt, die voelt zich op zo'n vrachtvaarder als iemand op een paardentram door een tunnel. Maar waarom ben je dan niet bij de sleepvaart gebleven? Meer geld, kortere reizen, meer thuis, een zekere regelmaat. Begrijpt u? Nou, jonge vriend, ik kan je wel vertellen, ik geloof geen woord van wat je zit te vertellen. Helemaal niets. Kijk eens, meer geld als bootsman krijg je niet. En iemand die je verzot is op regelmaat, lijkt je me ook niet. Ja. Zijn wij zaken niet, hoor. Als je het niet wilt, hoef je mij niks te vertellen. Maar eerlijk zijn.
Ik ben ontslagen wegens wangedrag. Hey, daar hoor ik van op. Ik heb maandenlang naar werk gezocht. Ik heb vrouw en kind. En nu had ik gedacht mijn zeedagen vol te krijgen als bootsman. Om daarna examen te doen als stuurman bij de koopvaardij. Maar waarom heb je nog lang niet examen gedaan dan? Je hebt toch zeedagen genoeg? Er is een wet die bepaalt dat zeedagen gemaakt aan boord van een zeesleper niet tellen voor de koopvaardij. Dat is fout. Dat is helemaal fout. Maar het staat toch in de wet. Ja. Ik moet hier het naadje van de kousjes van weten. Hey Bots, kom eens even. Ga eens even zitten. Dan moet je eens even luisteren. Aan de voorzitter van de Christelijke Historische Fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Weledele geboren heer. Ondergetekende, lid van opgemelde partij, die is altijd als een rots gebouwd heeft op het woord van de heer en de onfeilbaarheid van het gezag, verzoekt u hierbij zijn gewaardeerde aandacht te willen schenken aan de volgende. De wet betreffende de ongeldigheid van zeedagen gemaakt aan boord van een zeesleepboot bevat een zeer onrechtvaardige passage. Ondergetekende kan aan de hand van de prestaties van bootsman Wandelaar J. dit proefondervindelijk bewijzen. Wat denk je ervan? Kapitein, ik vind het reuze fideel van u. Ja, kijk, de hoofdzaak is dat er iets aan gedaan wordt. Ja, dankjewel, kapitein. Ik was hier toch in de buurt, zie je. Jan komt over een dag of drie thuis. Oh. Nou, dan kom ik nog wel eens een keer langs. Het is erg aardig van je, Bout. Waarom? Je laat een oude kameraad toch niet in de steek? De meesten kijken hem nog niet met een nek aan. Dat ze bang zijn voor een hachie en voor kwel, de etters. Neem me niet kwalijk. Zit jij niet meer op de Jan van Gent? Nee, ze laten me zo af en toe een klusje opknappen. Aan de wal. Moet ook gebeuren. Ze hebben jou dus ook gestraft. Oh ja, het zal er weer overgaan. Wil je nog koffie? Nou, als ik je niet ontrief. Wel een hele verandering voor Jan, hè? Ja. Ach, je weet hoe die is. Hij houdt zijn eigen groot. Ja, als je het mij vraagt, verveelt hij zijn eigen kapot. Dat is niks voor hem. Zo'n saai ritje, op en neer naar de Bermuda's. Maar ja, wat moet hij anders? Hier, neem nog een cookie. Nou, ik ga eens op huis aan, kapitein. Ja, tot de volgende reis, jongen. Het is maar goed dat Schraal als keukenmeester is aan boord. Want ik heb zo weinig te doen dat ik bijna langzaam zou dichtgroeien. Neem de kapitein een broodje kaas met geitenmelk. Alsof hij nog niet genoeg kaas geroken heeft aan boord. Ik dacht al, wat ruik je voor reis? Maar het is kaas. En maar nou, alle gekken op een stokkie. De hoofdzak is zeevaart, jongen. En je zal zien dat je over een jaar het ogenblik zal zegenen dat je van die beroerde sleepvaart af bent. Nee, let op mijn woorden. Jan, we krijgen weer een kind. Ik ben al 2 maanden. Meer zielen. Meer vreugde. Ja. Is die kleine barentje gegroeid, zeg. Ik denk dat Minima me wel zal aanmonsteren als ik het stuurmansexamen gedaan heb. Tweede heeft het aan zijn maag. Zij dat echt willen, Jan? Waarom niet?
Vraag het zomaar. Die sleepvaart is een bokkenbedrijf. Altijd gedonder. 4 uur op, 4 uur af. Alsmaar bang voor die rotsleep. Het is best zo. Geen zorgen. Prinsen bestaan. Het is natuurlijk wel prettig je zo dikwijls thuis te hebben. Dan is het toch goed zo?